Hoi allemaal, super leuk dat je kijkt naar deze nieuwe video. Vandaag ben ik met Floor! Floortje! Helemaal gezellig. Nou, waar kennen we elkaar van? Van werk. Van werk. Ja. Misschien kennen jullie wel van TikTok of van de vlogs, maar ja. Floor en ik waren op werk en waren aan het brainstormen. En nu hadden we een nieuwe Naked samenwerking, dus toen zaten we te denken, wat is nou leuk? En toen kwamen we op het idee om zwart-wit te gaan shoppen. Ik heb het wel eens vaker gedaan, maar het is echt een super lange tijd geleden. En nu komt de zomer er weer aan en de lente, dus dan is het ook niet erg om wat gekleurde items te hebben. Dus wat hebben we gedaan? We hebben de website, of in ieder geval onze computer, op zwart-wit gezet. En dus dan zo zwart-wit geshopt. En, ja, en de taal. Oh ja, en de taal in het Frans gezet, want anders konden we de kleuren lezen, zeg maar. Dat is goed Frans. Dus, nee, absoluut niet. Ook al heb ik het 3 jaar gehad. Ja, maar goed. Het wordt onthouden. Dus we hebben geen idee. Nee. We weten hoe het eruit ziet, maar niet de kleur. Dus dat wordt eigenlijk heel erg leuk. Heb jullie zin in deze video? Vergeet dan zeker niet een duimpje omhoog te geven natuurlijk. En vergeet me niet te supporten door op mijn kanaal te abonneren. We hebben natuurlijk ook een kortingscode, want daar zijn jullie natuurlijk voor. Sarah Verwoerd krijg je 20% korting op alles. En alle nieuwe klanten krijgen zelfs 30% korting. Dus fuck it, chill. Weet je? Fuck it, chill. Dus sla alvast je lente items in. Ik heb het echt nodig. Ja, ik denk echt bij mijn kledingkast wat gebeurt hier. Ja, ik zit ook de hele tijd, ik heb geen leuke topjes, doe ik weer shirt, t-shirt aan, maar ja, dat is toch Het gaat helemaal fout. En slecht weer, kleuren aan, dus ik hoop dat er iets voor kleur zit. Ja, want ik ben dus helemaal niet heel erg een kleurpersoon, maar voornamelijk eigenlijk in de winter. De zomer heb ik best wel veel kleurtjes en dingetjes. Ja, dat heb ik ook wel. Maar ik weet ook niet meer echt wat ik heb besteld. Nee, ik ben het ook weer helemaal vergeten. Dat is wat zo grappig. Ja, dat is leuk. Nou, oké. Ik ben heel excited. Daar gaan we. Oh my god. Oké, ik zie veel kleur. Ik ook? Jij hebt veel kleur. Ja. Jij mag beginnen. Waar ben ik benieuwd naar? Nou, dan doen we gewoon deze broek. Ja. Dit was een setje volgens mij. Ja. Alleen de top is dus niet alleen de top is niet. Dus het wordt een broek. Maar op zich denk ik... Maar dit kan je ook wel leuk met andere dingen combineren hoor. Het is gewoon een... Oh, het schijnt denk ik wel door. Maar we gaan het meemaken. Kan je het zien? Een linnenbroek. Een linnenbroek. Wel leuk. Cute. Oké, de linnenbroek. Die... Een soort van, hij zit goed. Ik heb dus in een 40, want er stond het valt klein. Ik vind het altijd kut als je broeken dus heel strak zitten. Maar dit had wel een 38 gekund sowieso. Maar ja, ik dacht het valt klein. Dus ja, maar ja, had gekund. Maar het is niet erg of zo. Nee, het is niet erg dat hij een beetje nonchalant zit. Nee, hij schijnt wel een beetje door. Dat is dan wel net pech. Maar ja, dan moet je, wat het zegt, ook alweer altijd rode string of zo. Ja. Maar ja, ik vind hem dus eigenlijk wel echt heel leuk. En gewoon lekker broekie voor de zomer. Ja, dit lengte is dus ook heel goed. En ik ben 1,74, dus het is wel voor de langere meiden. Ja, of je wil dat hij een beetje... of je wil dat hij over de grond valt. Maar dat vind ik dus altijd kut met van die... Ja, dat had Maggie. Lichte... Maggie was is natuurlijk heel klein. Ja. Dus voor haar was Naked eigenlijk veel te lang. Ja. Maar dat vind ik kut met lichte pantalons en zo. En deze komt dus nu bij mij ook net tot de grond. Ik denk met schoenen net niet. Maar dan sleep je dat de hele tijd mee over de grond. Ja, dan wordt het echt gewoon... En dan wordt het vies. Maar dit is dus wel mooie... Mooi broekie, eigenlijk. En ik had eigenlijk ook een bijpassende top, maar die is er niet, want die was uitverkocht. Dan ga ik, ook wel naar mijn linnen ding. Nou, met linnen kon je natuurlijk wel een beetje raden dat het waarschijnlijk zo'n beige kleur had. Maar, je weet het niet. Dus ik ben heel blij dat het gewoon dit is. Maar het is een linnen is wel echt zo'n chill stof in de zomer. Ja, dat is echt geweldig. Ik vind het zo leuk. En ik heb dus een jurkje ervan. Oh, wow. Oh, het is een overslag. Ja, het is... Oh, dat vind ik wel leuk. Heel leuk, ja. Dus dat is zo. Maar je moet hem nog even leuk... Hij is wel heel kreukelig nu, maar ja. Met donkere stiksels. Ja, dat is ook wel heel leuk inderdaad. Oh, dat heb ik eigenlijk nog helemaal niet eens gezien. Kijk. Wat cute. En het is maat 36, dus ik hoop dat hij niet te kort is. Nou, ik denk dat het heel leuk is. Ik ben heel benieuwd. Oké, guys. Ik heb het jurkje aan. Ik vind hem zo leuk. Hij is wel een beetje kort, maar het kan gewoon makkelijk eigenlijk. En ik vind het zo leuk dat het zo'n donker stiksel heeft. Hij is al een beetje gekreukt, anders komt hij heel erg gekreukt aan. Maar het komt ook omdat het in een bak zit. Maar nou, ik vind het helemaal leuk. Het is echt gewoon een soort wikkel, zeg maar. Je doet dan hier het doorheen en dan wikkel je hem zo om. Je kan hem ook nog zo doen. Ik vind hem echt heel leuk. Zo leuk voor zomer. Ja, dit is echt leuk. V-halsje. Nou, ik vind het helemaal cute. Nou, dit toppie. Leuk glittertoppie. Leuk met glitters. Wist niet dat er glitters zaten. Nou, glitters. Wauw. Oh. Ja, ik vond deze heel leuk. Oh, dit is van de Romee Strijd met Naked. Ik vind dit heel leuk. Ja, het lijkt nu een beetje op een bikini top.
maar een beetje bruin met glitters. Dat zou ik je niet kunnen zeggen. Oh, ik vind dit zo leuk. Ja, dit is wel leuk, hè? Ik vind dit heel leuk. Ik denk nog niet heel gek op die broek. Nee, ik denk het ook niet. Ik denk ook best leuk. Grappig. Ja, een beetje bruin. Oké, nou, dit is dus de top. De Romee strijdtop, geloof ik. Hij is wel kort. Maar, en mijn broek is een beetje groot, zie je. Maar het is dus wel echt heel leuk eigenlijk. Ja, ik vind hem echt heel leuk. Ja, maar misschien wel iets met een hoger wit rokje of zo, denk ik ook wel echt heel leuk. En ik vind de achterkant heel mooi, dat dit zo een beetje ballonachtig is. En ik heb hier een maat M van, geloof ik. En hij zit hier dus vast. Dat kan je zelf strikken. Ja. Wordt wel lekker bruin erin. I like. Ja, dat ben ik nog niet. Ik maar... ook. Oké, dan heb ik een blouseje. Ik heb echt blouses nodig. Oh, hij is wel doorzichtig. Oh, dat is wel leuk. Ja. Oh ja, deze heeft zo'n doorzichtige rug. Ja. Dus dat is wel leuk. En dan zit hier dan wel... Oh, ja, dat is top. En dan voor je boobs is het een beetje beschermd. Ja, leuk. Maar ik had dit ook wel leuk gevonden in een kleurtje. Maar ja, weet je. Het is zo lastig zien. Ja, want het is gewoon een grijs tint. Ja, of een zwart. Ja, het kan ook donkerblauw zijn. Het kan ook donkergroen zijn. Je kan het gewoon niet zien. Ja, ik denk dat het wel leuk is. Ja, wel echt leuk. Ja. Oké, okay, dan heb ik deze blouse aan. Ik vind het ten eerste super leuk. Want hij is dus helemaal verschijnend aan de achterkant. En de mouwen dus ook. Maar de achterkant is wel echt heel mooi. Ja, die voorkant is dus weer heel erg wijd. Het valt er zeg maar bijna uit. Dus het zou chiller zijn omdat hij hier gewoon... Moet hem dan even vastmaken hier met een veiligheidsbeltje. Of even laten naaien door mijn moeder. Want het is... Gewoon, ja, het valt er gewoon allemaal bijna uit. Misschien moet je iets meer tiet hebben, I don't know. Maar ik vind hem wel heel vet. En heel cute. Dus, ja. Dit. Nou, dit is sowieso heel crazy. Dit is wel leuk uitgepakt. Volgens mij. Ja, denk het ook. Dit lijkt wel heel groot. Nou, straks pas ik het gewoon. En dan is het heel awkward. Maar, fuck. Dit is van de Claire Rose X Naked. Oh, je hebt veel... Ja, ik weet niet waarom eigenlijk... Je bent gewoon echt de invloed. Ik ben gewoon echt de invloed. Maar ik weet niet wat voor stofje het is. Maar leuk voor de zomer. Ja. Dacht ik gewoon... Oh, maar dit is zo chill. Ja, ik vind het echt leuke kleurtjes. Ja, ik ook. Het is dus een beetje... Blauw-grijzig. Grijzig, bruin-ish. Beige. Cute. Het is lekker een beige vibe. Ja. Oké, daar ben ik weer. Ik weet het niet. Okay. Hij is misschien net een beetje een soort van awkward lang of zo. Maar misschien juist met een witte blouse erop of zo, die dan ook groot is. En dan wit kroptopje of zo. En dat je dit dan zo losjes hebt. Dat is misschien wel echt leuk, bedenk ik me nu. Maar ik moet het zien. Maar het is wel echt een fucking chill stofje. En het heeft ook wel zakken. Dat vind ik ook altijd chill. Als het geen fashion is, het wel comfort. Ja, dus dan... Het is wel gewoon chill eigenlijk. Als je zo'n witte blouse... Ja, gewoon die soort van even lang is of zo. Dat is wel leuk. Ja, maar dit is natuurlijk, ja... Ja, nou, hè? Oké, dan heb ik een kleuritem. Yay! Nou, dit is echt, volgens mij, heeft echt iedereen dit concept. Ja, denk ik ook. Maar ik vind in het rood heel leuk. Oh, jeetje. Spannend. Maar hoe vet? Ja, onder een blazer of zo. Ja. Oh, ik vind het leuk in het rood. Ja, het is heel leuk. Oh, dat vind ik echt heel leuk. Ik had echt liever of wit of rood een beetje. Ja. Of, maar niet echt... Groene of paars. Of maar ik heb ook een soort van die zonder kant mijn rode corset. Omdat rode corset. Ja. En die had ik altijd op een spijkerbroek. Dus iedereen had het al zo leuk. Nee, maar je ziet denk ik wel echt je tepel. Ja, dat denk ik ook. Want het is helemaal... Nee. Dat nou zo. Het is echt helemaal kant, zeg maar. En dan moet je echt een blazer overheen. En dan mag die echt absoluut niet. Ja, of het is voor... sexy van een naam. Sexy time. Sexy time. Nou, wel leuk. Oké, dan de body. Hij is dus vet doorschijnend. Je ziet gewoon fully je tepel. Dus ik heb nu een soort witte pet eronder gedaan. Dus ja, het ziet er... Nou, met een blazer erover dan ga je dat niet zien. Nee, sowieso niet. En ja, ik vind het wel echt heel mooi. Echt heel mooi. Echt zo leuk voor de zomer. Ja, het is echt een mooie kleur rood. Ja, heel erg blij mee. Je ziet ook perfect. Dus I freaking love this. Ja, dit is dus heel grappig. Ik doe die wel samen. Want ik wilde heel graag een top die Saar en Megan in de vorige video ook allebei... Ja, met die wit. Allebei ook hadden in het wit. Die wilde ik heel graag in het zwart. Maar ik wist natuurlijk niet welke kleur. Dus ik dacht, ik bestel twee kleuren. De twee donkerste. De twee donkerste soort van op de site. Dan moet er eentje zwart zijn. Nou, dat is dus gelukt. Ja. Want ik heb nu dit zwart. Het is echt beter dat je maat 38 hebt, want ik heb maat 36 en hij is zo strak om een middel. Ja, echt... Misschien pas ik dit wel niet eens, maar goed. Ja, deze is zo leuk. Maar ik wil deze eigenlijk ook nog een andere met kleur.
dat als dit als achterkant. Ja. Maar die heb ik ook nu in het paars. Nou, cute. Ja. Ook best leuk denk ik voor de zomer. En ja, dan natuurlijk een beetje toch die kleur. Dit gaan jullie zo wel zien. Ja. Jullie weten ja, wel toch. Helemaal redelijk. Oké, nou dit is dus die paarse top. Echt fucking leuk. Dit is de achterkant. Hij is wel echt heel, heel mooi. Heel mooi. Echt mooi. Alleen, ja, dit is dus een 38. En ja, ik heb, nou, niet een... Oh, je ziet mijn hoofd niet meer. Een soort van niet een hele dunne taille. Maar ook niet dat ik denk, nou, brede taille. Mijn taille is een soort van ja, het smalst van mijn lichaam. En die zit hier toch wel echt al een beetje... Maar jij had een 36. Ja. Dat is ook fucking een 36. Strak. Terwijl normaal 36 is echt top voor mij. Ja. En dus dat zo strak. Gewoon... Ja, want ik heb altijd 38. Ja. En dat zit altijd goed. En dit is wel echt, ik denk, poh. Ja. Maar ik vind de kleur ook op spijker echt heel fucking leuk voor de zomer. Heel cute. En ik ben ook niet bang dat dit soort van... Openvalt. Openvalt ofzo. Dat zit wel gewoon ja, steady. En ik heb hier dus een tattoo. Ja, die ik mama vind. Maar ik vind het dus wel leuk dat je die ziet. En die ja, heb ik er dus ook in. En ja, die zie je dus ook een beetje, ja, best leuk. Ik heb die paarse dus ook in het zwart, maar deze zit wat chiller of zo. Een soort van, hij zit iets losser, dus dat is dus ook de maat. Dit is ook een 38 namelijk, dus maten verschillen ook onderling of zo. Maar ja, deze is ook wel echt heel nice en iets chiquer of zo dan die paars. Die paars is meer zomers en dit is meer... Meer echt fancy dinner. Ja, fancy dinner, ja, weet ik veel, uitgaan. Die paars ja, is misschien meer strandparty, beach ja, vibe. Ja, nou, helemaal blij. Dan heb ik een nieuwe broek. Ik vind het wel leuk in het grijs. Ja, ik dacht eigenlijk dat het gewoon een spijkerbroek, een lichte zeg maar spijkerbroek was voor de lente. Maar nou, ik vind het grijs ook leuk. Ik heb eigenlijk heb ik een grijze broek volgens mij niet. Oh, en ik heb hem in maat 36. Ik vind het zo lastig broeken altijd. Ja, dat is echt moeilijk. Maar hij zag er wel goed uit op het model. Dus hij is wat strakker aan de bovenkant. Oh, wat ik er heel, hier zou ik niet in komen hoor. Hij is wel hoog! Hij wow, is heel hoog. Maar dat is dus wel leuk. Ja, ik heb dat ook helemaal niet. Nee. En dan loopt hij heel wijd uit. I freaking love it. Nee, maar dit is precies wat ik nodig heb. Ja, als hij hier en dan ja, hier breder. Want ik heb altijd dat het zo hangt. Ja. Dus dit is, denk ik... Oh, dit is geweldig. Als ja, deze past... Ik vind het leuk, leuk washing. Ja. Dan ga ik echt deze in alle maten en kleuren opzetten. Nou, je maten en alle kleuren. Dat is wel heel hard. Oké, dan de spijkerbroek. Ja, kijk... Ding, ik heb gewoon altijd gezegd met spijkerbroeken. Want 36 is weer net krap, want mijn kont wordt helemaal plat gedrukt. Maar maat 38 is weer veel te groot. Dan hangt hij weer aan alle kanten. Maar ik vind het dus wel echt een fucking leuk broek. En ik heb deze dus ook van Nekens, volgens mij, dit model. Maar dan gaat in de knieën. En die heb ik ook wel ziek uitgelopen. Ja, het loopt sowieso uit. Het loopt sowieso uit. En het, ik kom er überhaupt in. Dus we hebben de ruimte om uit te lopen. Maar ik vind de kleur super vet. Echt heel erg leuk, dat grijs. Ja, ik ben eigenlijk wel blij mee. Kijk, het is weer een beetje voor festival of uitgaan. Omdat je dan als je de hele tijd staat. Ja, ik weet niet hoor. Ja, omdat hij zo ja, omdat die, strak daar ja, niet zit. Maar als dat uitloopt. Ja. Ik vind het wel echt een mooi model. Als je de hele dag zit, dan... Ja, dan, dat kan ik ook niet. Dan nee, moet je hem open doen. Ja. Jij hebt echt wel leuke kleurtjes. Ja, bij ik heb alle kleurtjes. Ik heb hier ook weer een toppie. Een soort blouseje of zo. Ja, ik heb geen idee. Maar dan ik ga ze doen. Doe eens gek. Is het een jurk? Nee, nee, het is wel... een blouse. Maar het kan of echt heel erg oma zijn. Heel erg moeka. Nee, ik denk dat het echt... Of dit kan dus wel leuk zijn, maar het is dus echt kobaltblauw met wit. Wat had je verwacht? Ja, in niet zoveel eigenlijk. Ik dacht gewoon... Ik zag een blouseje en ik dacht, nou, dat heb ik niet echt. Ja, het kan het echt aan twee kanten ja, op gaan. Ja, of nee, het kan een beetje zo truttig gaan. Ja, of ik kan er echt uitzien waarvan iedereen denkt, nou goed. Of het kan zijn van, nou leuk. Oké, nou, dit is dus de top... Waarvan ik het niet wist en ik moet jullie heel eerlijk zeggen, ik weet het nog steeds niet. Want, wat vinden jullie? Ja, ik weet het niet hoor. Kijk, sowieso denk ik dat op deze broek is het gewoon net niet. Nee. Want die onderkant is wijd van die blouse, maar die broek is ja, ook los. Ja, dat zien jullie niet goed, maar die broek is los. Ja. Dan heb je zo dit zo op. Want ik vind op zich wel dit mooi en de vegels mooi. Ja, en de kleur vind ik dus op zich ook wel leuk. Ja, maar ja... Het is de broek, denk ik. Het moet of op een... Maar ik hou ook niet zo van skinny. Of op een witte pantalon of zo, ja, die iets strakker zit. Dan is het misschien wel leuk. Want ik vind de kleurtjes dus wel heel nice. Maar ik weet niet, dit is trouwens een maat M. Ja, en dat zit goed. Ik vind het lastig. Oké, dan heb ik echt een geweldige tas. Ja, ik vind het gewoon geweldig. Echt... Ja, geweldig. Ik vind het heel leuk dat hij groot is. Ik dacht eigenlijk dat hij zilver was. Want heel vaak heb je... Van die zilveren ja, paillettentasjes. Ja. Maar eigenlijk vind ik goud wel leuk. Want dit heb ik ook nog helemaal niet. Van die gouden
Hoe leuk als je gewoon all black hebt en dan gewoon zo'n tasje erbij. Ja, of ik vind goud en wit dus ook echt amazing. Oh. Ja. Ja, voor de zomer. Of met die linnenjurk is toch geweldig. Ja. Dan maakt het toch even, stel je hebt een feestje, maakt het gewoon net even wat feestelijker. Ja, dit is wel echt leuk. En hij is ook wel lekker ruim. Ik zeg voor oud en nieuw, maar dat is echt nog lang niet. Nou ja, de tijd vliegt voorbij, dus ik knip drie keer met mijn ogen en zo'n oud en nieuw. Oh my god, cute! Nee, ik vind het leuk. Hij maakt ook helemaal geluid als je ermee gaat. En hij is ook groot genoeg, dus mijn vlogcamera, alles past weer. Zit er een knoopje of niet? Ja. Oh, dat is ook een chill. Oh, hij is best groot. Ja. Dat hij fucking klein was. Ja, dat ga je niet zien. Nee. En er zit ook een vakje in. Hij is dit tasje. Ja, ik laat hem even nog één keer zien, want ik vind hem zo leuk. Past eigenlijk ook echt bij van alles. Ik zat ook leuk bij deze broek. Ja. Leuk! Het is weer zwart. Nou, goed. Maar ik denk ook, want ik ging later ook nog even op de naked site kijken. Ja. En toen dacht ik ook wel echt van, er is wel veel zwart op deze site. Echt fucked. Het is niet een hele kleurrijke collectie, sowieso. Nee. Dit is een body. Deze heb ik nu aan, of niet? Nee, deze is mouw. Dit is helemaal mouw en dan is dit half mouw. Mouw. Wel leuk. Ook wel chill dat de body een string is. Oh, het is een body ook echt, ja. Ja, want ik vind bodies met zo'n, met zo'n luier. Oh, ja. En als je dan een broek aan hebt, vind ik dat altijd zo lelijk als je dat ziet. Dus nee, maar als een body zo'n ding hebt. Oh, dit is wel, Als je dat niet hebt, dan doe ik het niet aan, hoor. Nee, met zo'n onderbroek. Dat is echt verschrikkelijk. Maar dat vind dus dat heel veel leuke bodies dat wel hebben. En dat vind ik jammer. Maar ik ben heel benieuwd. Oké, nou dan heb ik alweer mijn laatste item. Dit is voor mij ook een blouseje. Again, ook in zwart. Maar hij zag er dus best wel licht op de website uit. Dus het ziet er wel heel kort uit. Nou, ik denk dat het wel meevalt. Wel heel... Ja, dit heb ik echt puur voor werk. Dit is wel echt heel cute. Gewoon super cute. Oh, die mouwen zijn ook een beetje... Sheer, hoe noem je dat? Doorschijnend? Wat? Doorschijnend? Ja, doorschijnend. Ja, vind ik leuk. Maar ik denk wel... wel lekkere doorschijnende zwarte bloesjes. Zo, dat was spannend daar op het kantoor. Helemaal. Nou, cute. Heel leuk. Oké, dan heb ik de zwarte blouse aan. Ik vind deze echt super leuk. Echt heel erg leuk voor werk of uit eten of zo. En hij is wel een beetje kort, maar dat komt ook omdat die onderkant dus doorzichtig is. Dus als je zo doet, is hij wel echt, zo. Maar dan, ik heb nu ook wel een hele lage broek aan. Dus als ik gewoon een hoge broek aan heb, dan is het eigenlijk top, denk ik. Dus helemaal... Leuk! Maat 36 trouwens. Ik zou ook wel een maat 38 misschien eerder nemen. Want het is wel heel kort is, maar... Nou, het is wel gewoon leuk. Dit is weer echt... Heel leuk, vind ik heel veel kleur. Dit vind ik echt heel leuk. Ja, ik denk dat ik dit ook wel echt leuk vind. Zo'n kleur heb ik ook in die Worth Baker trui. Ja, dat is top. Ja, ik vind dat zo leuk. En die past bij jou Dunks. Ja. Maar van deze trui waren er dus wel heel veel kleuren. Ja. Dus ik ben maar gewoon een beetje... Op de wilde gok gegaan. Maar ik ben wel blij met deze blauwe. Oh, ik vind hem zo leuk. Ja, dit is wel gewoon echt leuk. Wel gewoon chill, gewoon even kleur. En ik heb dus deze... Nee, hou je bek. Dit is dus top. Dat is echt leuk. Oh my god, ik ben jaloers. Dit is wel echt leuk. Ik wil ook New Balance. Ik moet echt gaan komen. Maar ja, ik heb dus veel blauw, paars. Ja. Oké, nou we zijn lekker blauw. Maar ik vind dit dus wel echt leuk. Kijk, het is natuurlijk gewoon een hele simpele sweater. Maar ik vind de kleur heel leuk. Dit is een M. En zoals je ziet is het echt... Fucking groot. Ja, ik vind het zo leuk. Maar dan, en dan doe je gewoon zo. En zoals jullie natuurlijk zagen met deze... Oh, verdomme. Kom op, Floor. Deze. Heel leuke New Balance's. Oh, vind ik zijn zo leuk. Gewoon wel echt fucking leuk. Dus hier ben ik wel echt heel blij mee. En gewoon op koud zomeravondje dat je trui aan kan doen. Maar dan is het wel gewoon dus echt een fucking leuke kleur. Had ik echt niet verwacht eigenlijk. Zo. I like it. En... Een setje, maar je kan op Naked dus als je een item hebt, klikken naar welk item was erbij. Ja, dus staat er gelukkig bij passend product. Past het? Ja. Bij elkaar, ik weet nog niet. Want hoeveel kleuren? Waren er veel kleuren? Volgens mij één. Ja, volgens mij was het ook maar één kleur. Waar ik dacht. Het is dus zo'n cover, toch? Of... Ja. Wow. Oké. Dit is topje, wel echt heel kort. Maar ik dacht meer voor op het strand, in de... Ja, dat is leuk. Zomer. Oh, dit is ook een Romee-strijd. Nou, it's your girl. Maar ja, dit moet dus wel op het strand, want het is echt fucking gehakt. En ja, het is een beetje zo'n cover over een bikini. Ja, dat denk ik ook, maar dit is een topje. Maar er zit dus ook een rokje bij. Wel heel leuk hoor, een set. Ja, denk ook wel. Ik denk dat Nederland niet helemaal geschikt land voor is om dit... Want dit is ook... Ja, het moet over een bikini, want dit is ook helemaal gehakt. Nee, joh, maar het gaat lekker zo snel. Maar ja, dan is het weer een goed excuus om te gaan. Maar of dit lijkt heel lang. Nou, ik vind het juist kort. Ja? Ik denk dat het echt wel een beetje zo...
zo gaat, zeg maar. Ja, dat is waar. En je wilt het ook niet dat het nou te kort we is. We gaan het zien. Ja. Nee. Dus dat was het. Oké, nou, ik wil jullie dit setje echt super graag laten zien, maar het schijnt echt fucking erg door. Maar je ziet nu wel een beetje het rokje, maar ik kan niet omdraaien, want dan zie je alles. Ik weet niet of je het nu ook niet ziet, maar ik hoop dat ze hard goed edit. Ja, het is wel cute. Het is echt oprecht heel cute. Topje was ook echt super cute, maar dat bespaar ik jullie. Maar mocht je hem ooit zien op het strand, misschien mag je dan getuige zijn van deze outfit. Oké, doei. Nou, dat was het alweer. Ja. Ja, maar qua kleur heb jij dus weer kleuren. Ik zou het echt gewoon een keer doen, want ik bedoel, als je het niet leuk vindt, kan je het ook gewoon terugsturen. En, ja, dat is chill. En je hebt gewoon wel... Kijk, anders had ik nooit zo'n blouseje met blauw besteld. Nee, daarom. Dus dat is toch juist en leuk. En uiteindelijk is dat toch best leuk. Dus ja, je gaat toch altijd een beetje voor de safe kleuren eigenlijk. Ja. En je kan het inderdaad altijd terugsturen als je niet. Ja, dus wil je ook wel bestellen, vergeet zeker niet de linkjes in de beschrijving te checken. En natuurlijk mijn kortingscode Sarah Verwoer te gebruiken. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. Let me know als je nog een ander leuk idee hebt voor een shoplog. Ik vind dat leuk. Ik vind het gewoon leuk met shoplogs om er iets aan toe te voegen. Anders is het echt ik heb dit. En dan weet je ook al van, ik heb allemaal superleuke items. Ja, en dan is het hoi. Ja. Nee, ik vind het leuk. Maar Floor, leuk dat je in de video was. Ik vond het heel gezellig. Ik vond het ook heel gezellig. Vergeet jullie niet een blauw duimpje omhoog te geven natuurlijk. En op mijn kanaal te abonneren. En dan zie ik jullie heel snel weer. Doei doei! Yes, I'll be on my way now. You just give me a...